ik ben heel blij om effectief, we zijn nu ongeveer een tweetal uren open, al zoveel mensen en zoveel sfeer te kunnen voelen. Een nieuwe formule? Ja, de jaarbeurs heeft in feite een totale vernieuwing ondergaan. We hebben het concept van de grond af aan herbekeken. Belangrijk element daarin, dat is dat we terug in feite naar de basis gaan. De lokale handelaar, de lokale ondernemer in de kijker willen stellen tijdens zo'n beurs. En dat is al aardig gelukt, want we krijgen ook heel goede reacties intussen. Heel veel Gentse handelaars zijn hier aanwezig met zeer wijze producten, onbekende producten ook. En ik denk dat dat ook iets is wat de bezoeker uiteindelijk verwachtte, dat hij nieuwe dingen kan ontdekken op een beurs. Welke standen hebben we hier zo onder andere? Oh ja, we hebben enerzijds, we staan hier nu net op de stand van Lekker Oost-Vlaams. Dat is de stand van de Economische Raad Oost-Vlaanderen, die Oost-Vlaamse streekproducten promoot. Maar dat staat vlak naast het Gentse gedeelte, waar we heel veel Gentse makers, Gentse ondernemers, jonge ondernemers hebben, die hun eigen producten voorstellen. Dat zijn mensen met een droom, het zijn mensen met een passie, en dat zijn de mensen die we willen overtuigen. We willen in feite aan alle bezoekers, of bezoekers in spe zeggen van, kom niet naar de jaarbeurs om duizenden producten te ontdekken, maar kom naar de jaarbeurs om die mensen achter die producten te ontdekken en hun passie en hun verhaal te aanhoren. Ik ben projectcoördinator bij Ministry of Makers en wij willen eigenlijk de creatieve sector in Gent en Oost-Vlaanderen ondersteunen. En dat doen we door vandaag aanwezig te zijn hier op de jaarbeurs, waar we eigenlijk platform geven aan 4 jonge Gentse en Oost-Vlaamse designers. Ja. Die designers, wie zijn dat? Welke materialen gebruiken ze? Achter ons hebben we Pierre de Valk. Die werkt eigenlijk met aluminium kasten met natuursteen. Daar hebben we Builder. Dat is eigenlijk een gezelschapsspel gemaakt in Gent van hout. Daar hebben we Volmaakt. Dat is een project dat wij ook een beetje mee begeleid hebben met onze VZW. Waar eigenlijk sociale maatwerkbedrijven gaan samenwerken met designers. En daar is een mooie collectie, een mooie designcollectie uitgekomen. En achter ons hebben we de Manufactory. Die hebben een shop in Gent, waar ze eigenlijk ook Vlaams designtalent ondersteunen. We hebben eigenlijk een heel groot netwerk binnen Gent en Oost-Vlaanderen van designers, maar wij zijn eigenlijk een VZW van Stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen, de hogeschool en de universiteit. Dus we hebben wel een vrij breed netwerk waar we gemakkelijk linken leggen. Ja, ook burgemeester Matthias de Klerk heeft jullie vernoemd. Dus er is een link. Ja, ja, absoluut. Matthias de Klerk zat mee in onze raad van bestuur. Dus het is een initiatief eigenlijk vanuit Stad Gent, meegesteund door Matthias de Klerk. Nog veel succes. Dankjewel. Je hebt hier een stand, de Manufactory, of hoe noemt dat hier? Ja, ik heb een stand, de Manufactory. We hebben een winkel in het centrum van Gent, waar we eigenlijk producten verkopen van makers. Van eigenlijk kleine labels, independent designers noemen we ze, die meestal handgemaakte producten maken of met een heel fairtrade productieproces. En die bieden wij kans in de winkel. En daarnaast hebben wij ook atelierruimtes, waar wij eigenlijk designers aan het werk laten. Dus er zit een juweelontwerpster Fien de Roy en een keramiste Manon de Neef. En die werken daar ook aan producten die ze dan verkopen in de winkel. Aan ons winkelapparaat in het algemeen doet het nog steeds goed. En het is een evolutie die ook onze jaarbeurs niet is ontgaan. Dit jaar, dames en heren, zet onze jaarbeurs de makers, de starters, de uitvinders, de creativo's, maar ook de huizen van vertrouwen, een prachtige term, in de kijker, in de vitrine, letterlijk in de etalage. En ja, technologie zal de komende jaren ons leven, en dat is goed ook, steeds meer en meer gaan beïnvloeden. Maar we moeten er vooral op een slimme manier mee omgaan en die technologie in ons voordeel weten aan te wenden. Nu een nieuwe formule. Hoe hebben jullie genoten vroeger van die beurs? Ja, vroeger was dat natuurlijk ook een grote beurs. Dat was interessant, maar intussen is natuurlijk de formule een beetje achterhaald. En daarom ben ik blij dat de mensen van de jaarbeurs een nieuw initiatief hebben genomen en een nieuwe relance hebben gemaakt. En dat ze teruggegaan zijn naar de wortels, naar de, ja, van het ontstaan van de jaarbeurs. Die nieuwe formule blijkt aan te slaan, is aangenaam, past in de sfeer van vandaag. En natuurlijk, vroeger was dat de grote beurs, was ook buiten. Maar we moeten nu kans geven aan de jaarbeurs om geleidelijk aan verder uit te bouwen. En dan kunnen waarschijnlijk nieuwe initiatieven ontstaan ook. Nieuwe initiatieven, ook nieuwe generatie, jonge mensen, die denken anders, die eten anders en genieten anders.
Ja, ik ben een trouwe bezoeker van de jaarbeurs. En ik vind het initiatief buitengewoon goed. In die zin, in de vorige jaren, die altijd succesvol waren, maar toch anders in de zin van heel veel standjes en zaken die aangeboden worden, vind je overal in Vlaanderen. Hè? Terwijl hier is er dus een accent gelegd op het lokale, op het Gentse, die je anders nooit tegenkomt. En te zien naar de reacties van het publiek, ik blijf een zeer trouwe bezoeker. Breidelham? Ja, proefgezelligheid. Lekker als Vlaams is een koepel van meer dan 200 streekproducenten uit de provincie. Allemaal lekkere producten uit onze Oost-Vlaamse regio. Dat gaat van drinken, maar natuurlijk ook zoet en maddetaart en dergelijke. Ook echt genieten. Echt genieten, ja. Kunnen proeven van alles wat lekker is in de provincie. En de mensen vinden dat heel aangenaam. En dat kan je ook zien hier op de beurs, de jaarbeurs in Gent, waar de mensen staan aan te schuiven om iets te kunnen proeven, ja. Eer of stadsbestuur, maar ook veel privéstandjes. Ja, jij weet welke? We hebben 15 standen hier van lokale producenten die hier aanwezig zijn en die hun product willen promoten vooral naar meer dan duizenden bezoekers die hier van de komende 4 dagen op bezoek komen. Ja. Economische Raad, jullie promoten of wie zijn jullie? De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen is een VZW van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en wij promoten de Oost-Vlaamse streekproducten en zetten die in een positief daglicht. We werken ook met de horeca samen, met grootkeuken, koks en zo, om daar ook streekproducten in de keuken te krijgen. Ik heb een blikje vast van L'Arrogante. En die mensen hebben een laag alcoholisch gehalte van bier gelanceerd met een blikje. En het is een lekker biertje, al sinds om te proeven, ja. En daar achter u staat Groet. Groet is de Gentse stadsbrouwerij die zeer actief is met het promoten van het Gentse bier. Grabbelaar. Zeer goed bier, zeer hoppig. En bier moet hoppig zijn, niet zoet. Benoit, een gezond bierke. We stellen het eens voor. Dat is Krabbelaar, een Gents bier. Dat is dubbel gehopte saison, blond, een beetje bitter. En het is een degustatiebier, dus je kunt er maximum 12 van drinken. Je kent het blijkbaar. Wie ben jij? En wat doe je? Ik ben Benoit, ik ben een van de bezielers. Samen met mijn vernoot Christophe van der Biest, die bio-ingenieur brouwer is. Hij brouwt het en ik verkoop het. En ik drink het ook. Ja, gezondheid. Hier wordt ferm genoten van het biertje. Ja, het is een degustatiebier. Dus de mensen die hier allemaal Krabbelaar drinken, die hebben smaak en die weten wat dat goed product is. Het is absoluut gezellig en niet alleen maar gezellig, maar het biertje is gewoon, wacht hè, je moet dat zo doen, echt heel lekker. Krabbelaar, een middeleeuwse naam, maar eigen recept van Benoit de Brul, die ik by the way heel goed ken, maar absoluut proberen, want heel lekker. Blond Gents is pittig, zeggen ze. Pittig! En de chacoche. Ja, wat doe je hier? Tappen? Tappen? Ah, tappen, hè. Dat moet je doen. Hè. Voilà. Vandaag toch een succes bij de opening van de beurs. Ik denk het ook wel. Ik denk dat we allemaal een pintje netwerk wel verdiend hebben. Er is een monopoliespel voorgesteld, maar een Gents monopoliespel. Heb je al gespeeld? Oh ja, ik heb het hier net verkend. Het is in primeur. Ik denk dat het een heel goed succes gaat worden. Ik vind het fantastisch. Wij gaan met ons, met mijn zoon en mijn dochter en mijn madame zeker al van de weekend uitproberen. Nee, het is fantastisch. Er zitten natuurlijk gekende vaste oudere, prachtige monumenten van onze stad in, maar ook nieuwe juweeltjes, à la de Krook en zo verder. Ook de kanskaarten zit vol met Gents specialetjes, om het zo te zeggen. Dus ik denk echt wel, ik vind het heel leuk. Ja, ik denk dat dat echt wel een succes gaat worden, dat een stormloop gaat worden. Ik hoor dat ook hier. En het is schitterend dat het eigenlijk gelanceerd wordt ook bij de jaarbeurs. Nog zo'n monument in onze stad. Iets waar we toch als Gentenaars fier op zijn. Het is een vernieuwde editie. Ik geloof er sterk in, maar echt lokale zelfstandigen van Gent en omstreken. Makers, huizen van vertrouwen, starters en dergelijke meer. Dus ik geloof sterk in het nieuwe concept. Dus ik zou zeggen tegen mensen, kom zeker een keer af de komende dagen. Wij stellen vandaag de Gent
Gentse Monopoly voor. Dat is een officiële versie van het Gentse Monopoly. Dus we hebben alles aangepast. Alle straten, pleinen op het bordspel zijn eigenlijk te koop. Dus allemaal Gentse pleinen en straten, monumenten, maar ook musea. We hebben ook de kanskaarten en de algemene fondskaarten aangepast. We verwijzen naar de Neuzenoorlog in Gent. We verwijzen naar de Zesdaagse in Gent. We verwijzen natuurlijk naar de Gentse feesten. Dus alles is eigenlijk typisch Gents. Welke straten zijn er? De straten zijn niet echt straten die er zijn. Er zijn ook pleinen, bijvoorbeeld de Vrijdagsmarkt. Maar we hebben ook bijvoorbeeld de vier stations aangepast. Natuurlijk staat het Sint-Pieterstation erop. Maar ook de Cambio, die zo'n opmars geeft in Gent. En toch ook een vervoersmiddel is, hebben we toegelaten op het bordspel. Ook de tramhalte aan Gent-Zuid heeft zijn plaats gekregen. Want de mensen verplaatsen zich natuurlijk niet enkel per trein of per wagen. Men verplaatst zich in de stad tegenwoordig op heel veel verschillende manieren. Ja, het idee, van waar kwam het? Hoe is het ontstaan? We hadden eigenlijk in de tijd het idee om, u hoort het misschien aan ons accent, we zijn eigenlijk van Brugge, om een Brugsmonopoly bordspel uit te brengen van onze eigen stad. En dat was eigenlijk zodanig groot succes dat we dachten van, hier zitten herhalingen en in onze firma werkt Cedric Liebrecht. En Cedric Liebrecht is van Gent en die zei, als de Bruggelingen in de firma eentje mogen hebben, dan wil ik er ook een. En dan zijn wij eigenlijk aan de slag gegaan om ook een Gentse versie op de markt te brengen. De leeftijd is van 6 tot 99. Iedereen kan het spelen, iedereen kent Monopoly. Dus vanaf dat je een beetje kan rekenen en tellen, kan je Monopoly spelen. Met welke straat ga je beginnen bij Monopoly? Welke Gentse straat? Nou ja, er staat hier van alles. Hè. De Veldstraat zit er natuurlijk tussen, het stadhuis zit er ook tussen. Het is wel een van de duurste gebouwen op het bordspel. Dus hij zal moeten zijn best doen om het te kunnen kopen. De Gelamco Arena, noem maar op. De Vooruit, de Krook, de stations. De stations ook. Dus ja, het hangt een beetje af van hoeveel dat smijt natuurlijk. En dat het niet veel naar het gevangen moet. Hè. De burgemeester was een grote fan van het spel. Want hij kon nu eigenlijk zijn eigen stadhuis kopen. De haven ook? Ah, ik heb dat heb ik nog niet gezien. Maar goed, ik heb nog niet alles gezien. Het was een beknopte introductie. Maar... En nog maar pas uitgegeven ook. Ja, absoluut. Dus ik denk dat het succes wordt. Mag ik het proberen? U mag het zeker proberen om er rijk mee te worden. Het is natuurlijk met speciaal Monopoly geld. Maar ja, wie niet wacht, niet wint.